Dinsdag wordt door muzikanten en zijn danspartner Leila Akselik uitgenodigd op de dansvloer. Maken het ons niet zo gemakkelijk natuurlijk. Hè. Ze zijn alle twee fantastisch begonnen aan deze finale. Kevin heeft zo'n losse, flamboyante, vrolijke stijl van dansen. Louis die is dan iets klassieker, iets strakker in de houding. Maar hij is zuiverder, in feite technisch iets gezuiverder. En wat ik aan Louis, zijn dansen in de quickstep hier nu, waar ik echt van hou, is de manier waarop hij daalt. Hij gaat mooi in die knie, gaat naar beneden. Je rise and fall is correct. Proficiat, zeer mooie quickstep. En Oeske, Louis heeft al enorm veel lof gekregen, maar zijn heupwerk was niet altijd te bewonderen. Zijn heupwerk is hier niet nodig. Ik hoop dat ik dat straks wel zie, hè? Alsjeblieft. In ieder geval, dat is dansen. De evolutie is fabuleus. Ik vind dat jij echt klaar bent om deel te nemen aan een dansfilm. Dus bij deze... Okay. Ja, dat is dansen. Ja. Bijna de perfectie. Maar ja... Mag ik uw vader spelen? Ik stel ook graag in een dansfilm. Papa, hij is toch goed, hè? Ja. Davy, bevinding? Wel, Lobby, voor mij ben jij in de ballroom dansen de revelatie van de laatste vier seizoenen, durf ik wel zeggen. Oh, vier seizoenen? Absoluut. Zit er dan een schilderdag achter u, hè? Ja, maar... Pas op, hè? Hij is... Voor mij bij uitstek toch de beste mannelijke BV-danser die we gehad hebben in de standaarddansen. Oef. De manier waarop dat jij je gewicht... Blijf zitten, hè. En dat is te groot, hè, Aron? Ja. De beer van de mannen. Nee, maar de manier hoe dat jij over de vloer beweegt met het reizen en dalen. Ook hoe dat jij de scatterchassé zo, dus die snelle passen en toch weet je bovenlichaam in één geheel stil te houden en zeer mooi en elegant te bewegen. En dan nog samen met Laila als één team, jullie voelen elkaar perfect aan. Wel, ik vond het een super quickstep. Wow, super. Je krijgt nu drie kansen voor een uitleg die iedereen in Vlaanderen begrijpt. Dat is uw eerste kans. Ja, Jacques, ik begrijp ze soms zelf ook niet. Ah. Nee, maar ze hebben vragen niet te doen, dus... Wat ingewikkeld te doen. Hè. Kijk, quickstep is zeker mijn beste dans. Zonder twijfel. Je staat erin recht, je voelt hem, je leeft erin. Je beleeft hem helemaal, van begin tot einde. Je danst dus een heel goed ritme, heel duidelijk ritme. Je blijft in de muziek. Eén klein nadeeltje. Je houdt het geen minuut vol. Eenmaal op het einde, zijt je daar met je outside
Zijn even. Ja, maar ik maak de choreo wel heel moeilijk. Van 0 seconde tot 1 minuut 30 moet je dansen. Alles dansen. En ik vind dat chapeau. Ja. Dat is gelijk bij een voetballer. Hè. Hij kan prachtig voetballen, maar hij kan maar 1 minuut mee. Louis Talpe en Leila Axel. Heel lovend, het was allemaal beter nog dan vorige keer. Ja. Je bent de ballroomdanser van de voorbije reeks. Ja, ja. Een compliment. Vind je dat een compliment? Ja, ik vind het absoluut een compliment. Ja. Ik vind de ballroomdans is gewoon heel elegant en noem maar op. En het feit dat ik dat goed doe, is wel natuurlijk een compliment. Want je hebt ze nu allemaal gedaan, alle standaard, alle Latin dansen. Ja. En dan kiezen jullie voor de quickstep. Is daar enig overleg aan te pas gekomen? Dus ik heb het gewoon aan de bas overgelaten. Nee, maar het is, we hebben een... Deze finale drie dansen doen die echt knallen gewoon. Ik kon ook een slow of wat noem je het nu weer? Een slow fox doen. Amerika's was ook zo. Oh. Alle dansen waren goed. Ja. Wat goed voor vooruit gaan. Ja, zeg je Leila, ineens laat jij je stem horen. Hè? Van, maar ik vind het ook altijd heel goed gedaan. Ja. Daar heb je ook achter. Nu mag dat. Nu is dat even maar iets gebeuren. Alleen nog maar te winnen, er is niks meer te verliezen. Hè? Voilà. Ja. Mensen. Dat komt zelfs. Eerst gaan we kijken naar de punten van de jury. Ronnie Dalemans. 9. Anoushka Hansen. En ik meen het. 10. Jan Voort. 10. Tegen de Kantus. Superieur. 10. Ja, Tine, dan gaat iedereen uit zijn dak natuurlijk. Ja, wat fantastisch. Ja, ja, ja. We hebben het vorige keer al gezegd. Het is geen garantie om naar de volgende ronde te gaan. Maar er is geen volgende ronde. Het is geen garantie dat je met die trofee naar huis gaat. Dus het is belangrijk dat de kijkers thuis ook jullie steunen. Als ze vinden, jullie zijn de verdiende winnaar, dan moeten ze sms'en bijvoorbeeld. Louis naar 6677. Of bel naar 0900 5537 02. Kijkt u digitaal, dan kan je ook stemmen door de rode knop in te drukken. Zo, we hebben alle standaard dansen gehad, maar we hebben nog veel meer spektakel voor u in petto. En we gaan straks ook even terugblikken naar enkele memorabele momenten van de voorbije reeks van Sterren op de Dansvloer.